Militairen en politieagenten zullen in verhoogde mate gaan surveilleren in verschillende buurten in Paramaribo en Wanica. Dit zei justitieminister Jennifer van Dijk-Silos vandaag in het parlement. Ze ging in op vragen gesteld door DNA-leden naar aanleiding van de recente misdaadgolf die stad en district treft. Volgens de bewindsvrouwen zal de politie bijgestaan door het leger de surveillance verder uitbreiden naar de verschillende districten. Het besluit van de regering moet uiteindelijk resulteren in de aanpak van de criminaliteit en zo het veiligheidsgevoel weer opkrikken. Ook in het verkeer zullen militairen na een korte training van een maand de verkeerspolitie bijstaan. Minister van Dijk-Silos verduidelijkte dat haar ministerie zeker 3 maanden bezig is geweest om met de schaarse middelen de kwestie aan te pakken. Ik kan uw college geruststellen. Ik kan garanderen dat met deze acties we al een zware progressie zullen maken om het veiligheidsgevoel van de burger op te schroeven. Er zijn nog meer acties die ondernomen zullen worden samen met het leger. Die zijn nog niet helemaal uitgewerkt, want in het verleden zijn er, dat weten we, een paar zaken gebeurd die niet goed te keuren zijn. En daarmee zijn we nu bezig om ervoor te zorgen dat bepaalde fouten niet meer gemaakt worden in de gezamenlijke acties met betrekking tot grote criminaliteit. Na overleg met president Bouterse, vice-president Adien en de RVM is beslist dat veiligheid een integraal deel moet uitmaken van het stabilisatie- en herstelplan van de regering. Zonder veiligheid geen stabilisatie en herstel van de economie, zegt Van Dijk-Silos. Er zou dan op andere delen van de economie gedestabiliseerd kunnen worden, vindt de bewindsvrouwen. Ze doet daarom het voorstel om in dat kader een deel uit de leningen bij de IMF, World Bank, IDB en CBD toe te wijzen aan justitie. Al is het maar een klein deel, maar dat we dus ons veiligheidsbeleid, dat we de beleidsmaatregelen kunnen treffen die nodig zijn om de veiligheid omhoog te krikken. Maar ook die bijdrage kunnen leveren aan bepaalde delen van de exploitatie. Van brandweer bijvoorbeeld, politie, auto's, banden, noem maar op. Dat wij in staat zullen zijn als regering om die veiligheid te garanderen. Maar voor nu zullen leger en politie het samen doen. En ik hoop dat u de gedachte van het ministerie ook, uw college, de gedachte van het ministerie ook zal ondersteunen om ervoor te zorgen dat veiligheid deel uitmaakt, integraal deel uitmaakt van het herstel- en stabilisatieprogramma. Minister Jennifer van Dijk-Silos, ze sprak vanmorgen in de Nationale Assemblée. Ze sprak naar aanleiding van maatregelen die onlangs getroffen zijn door de regering om de criminaliteit aan te pakken en het veiligheidsgevoel in de samenleving te verhogen. Het parlement is vandaag aangevangen met de debatten om te komen tot wijziging van de vuurwapenwet.